Brit Dekker was ontzettend zenuwachtig tijdens de opnames van We Want More, haar eerste grote studioprogramma. Gelukkig had ze veel houvast aan haar co-presentatrice Wendy van Dijk, vertelde Brit vrijdag in de talkshow op 1. Tekst gaat verder onder advertentie. Wendy heeft natuurlijk shows als Idols, X-Factor en The Voice gedaan. Zij staat wel doorgewinterd in de studio en heeft niet echt meer stress terwijl ik nog trillend als een rietje binnenkom, aldus Brit. Dan zegt Wendy, rustig maar, het komt goed. Brit vond het vooral spannend omdat ze het niet wilde verpesten. Er zijn duizenden blonde meisjes die misschien 100 keer knapper zijn. John de Mol kan iedereen kiezen die hij wil. Dus dan denk je wel, ik wil dit niet verpesten. Doe het alsjeblieft goed. Voor Brit was de presentatie van zo'n grote studioshow bovendien een droom die uitkwam. Ik legde de lat nooit zo hoog. Ik had het nooit verwacht dat ik zoiets zou mogen doen. Het zat bijna niet eens in mijn dromen. Afgelopen week werd bekend dat Brit een nieuw driejarig contract bij Talpa heeft getekend. Naast We Want More is straks ook weer te zien in Wie van de Drie en gaat ze een nieuw programma presenteren met Martien Meiland. Buzzelet Blok ADS.